Voorafgaand aan de deelnemerspresentatie haalde directeur Klosterman fel uit naar de gemeente Hengelo en FC Twente. Ik ben boos op de gemeente Hengelo dat ze überhaupt durven om uh, uh, het uh, uithangbord van de gemeente Hengelo, het kroonjuweel van de gemeente Hengelo, om daarover te gaan discussiëren. Um, en ik ben teleurgesteld in FC Twente dat ze niet veel eerder um, uh, met ons in overleg zijn gegaan. Dat ze niet op een hele andere manier met ons gecommuniceerd had. Dit hoort niet bij Noorberschap, dit hoort niet bij solidariteit. Er hangen donkere wolken boven het atletiek evenement. De gemeente zou graag zien dat FC Twente het stadion overneemt. Maar dan gaat de eredivisionist het stadion wel verbouwen voor het damesvoetbal en de belofte. En daardoor is er geen plaats meer voor het grootste atletiek evenement van Nederland. Ondanks de onzekerheid over het voortbestaan heeft de organisatie toch een aansprekend deelnemersveld weten te contracteren. Onder wie Eelco Sint-Nicolaas. Die goud won dit jaar op de Indoor EK in Göteborg. Ik ga postenkoog springen. Het is uh, mijn favoriete onderdeel binnen de teamkamp. En uh, ook absoluut mijn sterkste onderdeel. Dus uh, hier uh, zal ik geen slecht figuur gaan slaan. De eerste keer uh, optreden tijdens de FPK Games. Maar wellicht ook de laatste keer. Ja, ik hoop het toch niet. Uh, ik, ja, je hoort natuurlijk de, de geruchten en de, wat er allemaal speelt. Maar uh, ik hoop toch zeker dat het uh, de eerste keer wordt, maar zeker niet de laatste keer. Mijn ongebreidelde optimisme zegt mij dat wij hier volgend jaar om deze tijd weer staan. En dan staan wij weer gewoon ter voorbereiding van de FBK Games hier in dit prachtige stadion. De bal ligt nu bij de gemeenteraad. Voor de zomervakantie moet duidelijk zijn of Hengelo zich in de toekomst nog atletiekstad kan en mag noemen.